Dat zijn dan lopen. Je kunt hier. Ja. We willen een multi-aangeklipte maken. En ik wil die van mijn hart uit mijn hart vragen. Dat je de kennis van neemt en dat je er ook aandacht aan besteedt. En dat de oplossingen binnen de problemen bij de IBR zijn dat ze binnen kort termijn worden opgelost. Ik wil voor u lezen. De IBS werknemersorganisatie OAS in algemene ledenvergadering bijeen op dinsdag 14 mei 2024 om 8 uur in de OAS vergaderzaal aan de Drambrandestracht te Karamani. Gehoor. De uiteenzetting van het bestuur van de EBS-werknemersorganisatie OAS en de leden naar aanleiding van de onderwerpen besproken in de uitgeschreven ALV met name. 1. De behandeling van de ontslagkwestie van de OAS-voorzitter. 2. De behandeling van de kwestie implementatie nieuw loonstructuur en het transformatieproces. 3. De behandeling van de diverse kwesties waaronder de oplossing rechtspositionele kwesties, HR-issues van de leden van diverse afdelingen, kwestiebevorderingen en personeelsleden. 4. De systematische deelscoring van de vakbond tijdens de directie. 5. De lakse houding tijdens de directie met betrekking tot het starten van de CAO-onderhandeling. Overwegende 1. Dat de lonen van het personeel reeds enkele jaren sterk gedevalueerd zijn. 2. Dat de ingezette transitie van de NPEBS al enkele jaren duurt, zonder dat er zicht is op een eindpunt en de directie nagenoeg niet communiceert hierover met het personeel en geen concreet antwoord kan geven op de vragen van het OAS-bestuur. 3. Dat er 12 jaar al geen uitvoering is gegeven aan het oordeel van de bemiddelingsraad voor heel Suriname met betrekking tot de implementatie van een nieuwe loonstructuur. 4. Dat het wensenpakket met betrekking tot het aangaan van de nieuwe CAO reeds is ingediend aangezien de CAO reeds 4 maanden is geëxpireerd. 5. Dat de directie van de NPEBS fundamentele mensenrechten, waaronder de vrijheid van meningsuiting, aantast. 6. Dat het geduld van de leden is opgeraakt en dat voor hen de maat vol is. Besluiten. 1. Het bestuur van de OAS op te dragen de aandeelhouder van het voorgaande in kennis te stellen. 2. Eisen van de aandeelhouder dat de aanzegging tot ontslag van de OAS-voorzitter per direct wordt ingetrokken CQ teruggedraaid. 3. Het vertrouwen van de NVIBS per onmiddellijk op te zeggen. En eisen het vertrek van de voltallige directie. 4. Dat de gesprekken met betrekking tot het aangaan van een nieuwe CAO morgen aanvangen en dat deze worden gevoerd met de Raad van Commissarissen van de NVIBS. En gaan over tot de orde van de dag. Paramaribo, dinsdag 14 mei 2024, de algemene ledenvergadering van de OAS was getekend, de motie Bouwers. Alsjeblieft. En ik hoop echt dat u er kennis van zal nemen en dat u aandacht zal besteden. Dank u wel. Ik respecteer dit ten eerste dat jullie zijn gekomen. Het is jullie Utrecht. En wanneer er een petitie wordt ingediend bij mij, en jullie hebben geluk vandaag is woensdag, de minister had dat zo meteen aanvangen en dan gaan we dit gelijk behandelen. Natuurlijk heb ik goed geluisterd naar die motie. Ik
als een probleem ontstaan, wij zijn mensen, wij zijn allemaal Surinamers. Als een probleem is ontstaan, dan moeten we het probleem proberen op te lossen. Ja? We moeten niet meer problemen erop zetten zodat het niet opgelost kan worden. Ja? Als ik voel is dat de totaaldirectie ontslagen moet worden. Er is dan iemand ontslagen en dan moeten we proberen hoe kunnen we dit herstellen bijvoorbeeld. Maar als we nog meer mensen, dan gaat het complexer worden. Dus wat ik wil is dat wij, een probleem is daar, ik ben geen rector, ik zit niet in de directie, ik heb dat ding ook gisteren gehoord, maar alle problemen die er zijn, zijn om op te lossen. Als er iets is, dan kunnen we praten, ja, maar laten we niet praten met de mes op de keel, maar laten we praten om oplossingen te zoeken. We zijn Surinamers, het land is van ons allemaal, ja. Alles in vrede doen, laten we alles in vrede. Daar ben ik blij dat niemand gaat buiten de poort blijven. Laat iedereen komen. We zijn Suriname. En jullie zijn hier komen, netjes gedragen en dat is heel goed. Laten we een probleem die er is, proberen op te lossen. Ja? Ik ga zo meteen naar binnen en we gaan praten en door deze motie gaan we hier bespreken. Maar in ieder geval, u weet het, wanneer het gaat over werknemer, IBS, wanneer het praat over CAO, ik heb erop ook op gestaan dat voor het lopen op die CAO, dat jullie zoveel krijgen. En dat is ook gebeurd. Ja. Op de CAO van jullie, dat jullie zoveel procent van die salaris. Nee, dus ik zeg u dat wat daar is besproken binnen in de politieke top en dat er goedkeuring is gegeven daaraan. Ja? Dus we gaan meekrappen met mensen die werken. Jullie zijn de hardwerkende mensen. En alles wat je, alles aan zij moest kiezen, bijvoorbeeld in de Woroko, moet je krijgen. Ja? Maar laten we dan niet zo ver gaan. Laten we het probleem die nu is, laten we proberen om die op te lossen. Ja? Het probleem is aan de, ik voel dat het probleem dat op voorzien, dat we loopt in Krasana. Als we al deze punten moeten gaan realiseren nu, dat is dan een complex. En ik moet je herstellen. Ja? Voorzitter, moet je herstellen. Kijk, wat we ook niet moeten doen, de directie is naar de rechter gegaan en de rechter heeft gezegd van jullie moeten gaan werken. Ja? Maar dat wil niet zeggen dat het probleem van helling niet opgelost moet worden. Ja? Laten we als we daarover willen praten, dan gaan we daar praten, omdat de directie die daar is, gaan we ook oproepen om te horen wat aan de hand is. Ja toch? Maar als het zo is, dan kunnen we ook niet praten. Maar wij kunnen dat niet zo laten. Ik ga na hier kijken naar de president. Dan gaan we ze uitnodigen. Laat ze ons komen uitleggen. Wat allemaal hardwerkende mensen. Even, ik ben nog niet klaar. Want je normaal is dat probleem op. Wij moeten die probleem voor jullie oplossen. We proberen dat probleem op. Dus wat er gaat gebeuren, we gaan over helling praten met de directeur. Ja, deze punten, al deze andere punten die jullie erbij hebben gezet, dat gaat over naar oplossing. Zeker. Ja toch? Ja, oplossing helling. Ja, we kunnen dat niet voor oplossing. Dat is allemaal complex. En we willen geen complexe dingen. Wat complex meer dan oplossing. Ja, daarom als we een commentaar de rector heeft een besluit genomen dat jullie worden gezegd hoe moest dat worden. Ook natuurlijk vice-president Duanburg dat hier. Jullie hebben hier de motie ingediend. We gaan het behandelen. Dan gaan we het terugkoppelen. Oké, laat maar kijken. Er zijn telefoonnummers. We kunnen praten. Dan moet er een telefoonnummer wie we kunnen terugbellen. Wie heeft dat pen? Yeah.
mensen, dan wil ik jullie bedanken. Dat, kijk, want ik heb een stuk op proberen voor losse problemen. Als het gaat over werk, dan zonder aanzien is dat persoon. Dan gaat het niet over jongere broer of geen jongere broer. Dat interesseert me niet. Je bent leiding van het land en dan, dat betekent dat je voor iedereen. Toevallig dat hij leiding geeft daar bij IBS, wil niet zeggen dat omdat het gaat over Leo, dan nee. Wanneer je iemand ontslaat en er zijn grondige redenen, er zijn rechtvaardigen, je kan dat rechtvaardigen, dan staan we achter jou. Maar wanneer dat niet rechtvaardig kan worden, dan gaan we kijken. Dat ding is hoor en wederhoor. En wij als de kind gaan niet zeggen van, ja, IBS heeft al een besluit genomen en wij gaan niks zeggen. Nee, we gaan de directie oproepen. Maar we begrijpen van de heer Hellings dat het hier om zaken gaat die al maanden spelen, PP. Was u daarvan niet op de hoogte? Nee, ik ben... Hoe ik hier ben, ik bemoei niet met zaken. Als, zolang een bedrijf of een directie niet iets bij ons deponeert, gaan we ons niet daarmee bemoeien. Ja, ik kan niet. Als ik moet gaan luisteren naar de social media, alles wat er gezegd wordt, dan word je helemaal gek van. Ik luister alleen maar vandaag. Zijn die mensen formeel hier gekomen, ze hebben een brief gedeponeerd, dan ga ik daarop werken. Maar heeft de RVM stukken getekend voor aanschaf van voertuigen voor de IBS? Ik ben daarvan niet op de hoogte. Ja, niet meer aan de orde. Dan wil ik jullie bedanken. Oké. Commandante.